1-1 tegen Utrecht, ben je tevreden? Ja, zeker. Stabiele prestatie. Weer een punt. Eerst al was vrij matig. Niet veel aan om te zien. Eigenlijk niks aan om te kijken. Tenminste, ik vond van niet. Ik denk de mensen op de tribune ook niet en thuis ook niet. En de tweede helft was het wel een leuke wedstrijd. En dan hadden we meer kwaliteit in de bal. We maken een hele mooie goal. En spelen tegen een vrij goede ploeg, vind ik. Dus dan was het goed dat je een punt pakt. En hoe komt het dat het de eerste helft zo moeizaam ging? Utrecht zit heel hoog druk. En wij probeerden onderuit te voetballen, maar dat lukte niet. Dus dat was wel, daar hadden we gewoon moeite mee. Dus ik heb het niet voor elkaar. En daarna zat een aantal jongens gewoon matig in de wedstrijd. Aan de bal, Oremans was matig. Voorin vond ik het matig. Dus dat lag daar aan. En aan Utrecht en aan onszelf. En dan na rust krijg je een paar kansen dat je denkt, nou gaat het beginnen. En dan ligt hij er ineens in aan de andere kant. Ja, ze kwamen er net lekker in en we maken gewoon een geluksgoal. Die wordt verkeerd, dus niet van richting van, maar gewoon helemaal verkeerd ingeschoten. En het vliegt er zomaar in. Dus dan, dat is zuur. Dus des te knap dat je zo snel de 1-1 kan maken met hem. Ja, wel echt een mooie goal. Ja, want dat was er wel een zoals je ze graag ziet volgens mij. Ja, geweldig actie van Zoet. Dan al zijn kwaliteiten naar boven. Leg hem mooi terug. En, Schieben ziet hem heel makkelijk binnen met zijn linker. Dus dat was een mentaal sterk punt. Ja, je zou denken, bij zo'n voorzet staat er een spits daar op die positie te wachten. Maar dat was iemand anders, hè? Ja, ik zei ook tegen Schieben, hoe kom je nou één keer daar terecht? Ja, ik proefde het. Ik rook het. Nou, hij heeft die vrijheid en heeft de kwaliteit om af te werken. Dus wat dat betreft... goede actie van hem. 32e doelpunt van dit seizoen. Een evenaring van afgelopen jaar. Dat zegt wel iets, denk ik. Ja, dat is heel bijzonder. En dat zegt iets dat het knap is dat we vorig jaar erin gebleven zijn met het aantal. En dat was onze doelstelling van de zomer op de transfermarkt. Om in ieder geval meer goals binnen te halen. Anders gingen we het niet, hadden we de conclusie getrokken dat we het niet zouden redden dit jaar. En dat is gelukt. En dat geeft een heel fijn gevoel. Ook vandaag scoor je weer. Dus dat betekent dat je elke week... doelpunt maken, dat je ook elke week een kans hebt op resultaat. Ja, dus dat betreft, daar komt ook een stuk stabiliteit vandaan. Hele belangrijke serie is deze serie wedstrijden die we nu hebben. 4 punten uit 2. Volgende week Almere, dat is weer een hele belangrijke. Ja, zeker. Stugge ploeg. Maar inderdaad, die hebben het heel goed gedaan na een zwakke serie. Dus echt knap wat ze daar doen. Dus dat wordt inderdaad een hele andere wedstrijd dan vandaag. Dat is echt een hele stugge, moeilijke ploeg om tegen te voetballen. Veel gelijke spelen dit seizoen. Het is fijn, maar je wint liever, want dat tikt gewoon harder aan. Zeker met die kleine verschillen op de ranglijst. Ja, dat klopt. Maar wat ik zeg, het geeft wel ook wel een goed gevoel. Omdat je dan weer punten hebt, verlies is altijd zo zuur. En we spelen ook tegen Utrecht. Het is gewoon een vijfde begroting van de Eredivisie. Je ziet wat ze dan op de bank hebben zitten. Ja, dan is het ook wel weer knap dat je voor je hebt 2 keer verloren van ze. Nu 2 keer gelijk. Nou, dat is ook een stuk ontwikkeling.